Nou dan, paragraaf 2.3. De Tweede Wereldoorlog. En deze paragraaf gaat waarschijnlijk weer een hele lange worden. Uh, de leerdoelen. Jullie kunnen uitleggen hoe de Tweede Wereldoorlog ontstond. Vanaf welk moment we eigenlijk over de Tweede Wereldoorlog praten. Jullie kunnen twee belangrijke keerpunten in de Tweede Wereldoorlog benoemen. En daarbij ook argumenteren waarom dat keerpunten waren. Dus keerpunten zijn eigenlijk de momenten dat het. Dat de oorlog minder goed gaat voor Nazi-Duitsland. Dat het eigenlijk slechter gaat. En dat Duitsland in de verdediging moet. En jullie kunnen uitleggen hoe Duitsland uiteindelijk werd verslagen. En daarbij ook hoe Japan werd verslagen. Want die gaat er ook bij horen. Nou, Hitler. Die wordt steeds gevaarlijker. Vanaf het moment dat hij aan de macht is in Duitsland. 1933 is hij aan de macht in Duitsland. En hij verwerpt dan het verdrag van Versailles. Dat had hij beloofd. Hij zei: ik stop met het verdrag van Versailles. Dus ik ga. Uh, in ieder geval stoppen met de herstelbetalingen. De herstelbetalingen aan Frankrijk en Duitsland, Frankrijk en, Duitsland, Frankrijk en België en andere landen, dat houdt op. Wij gaan, dat geld gaan wij investeren in het opbouwen van een enorm leger. Duitsland mocht namelijk geen miljoenenleger meer hebben, maar Duitsland kiest ervoor om weer een miljoenenleger op te gaan bouwen. En in 1936, wanneer Hitler zich een beetje veilig voelt over de grootte van zijn leger, dan bezet hij het Rijnland. En Duitsland gaat hier, Frankrijk gaat hier niks tegen doen, want zij willen niet nog een oorlog met Duitsland riskeren, vooral omdat Duitsland zo'n groot leger heeft nu. Hitler gaat daarnaast ook een bondgenootschap aan met Mussolini, de leider van Italië. Mussolini is een fascist en de fascisten en de nationalsocialisten houden echt heel erg veel van elkaar. Dat zijn die gaan fantastisch samen. En dit betekent dat het begin van een nieuwe alliantie is gestart, namelijk de Asmogendheden. De Asmogendheden zijn tegenhangers van de geallieerden, later. Dus de Asmogendheden. Ja, Hitler gaat zijn macht steeds verder vergroten. Hij had al gezegd, ik wil dat alle Duitse volken verenigd worden. Dat alle Duitse volken bij elkaar gaan horen. En dat gaat beginnen in 1938 met de Anschluss. Anschluss, uh, wordt, Oostenrijk wordt dan geannexeerd. En annexeren betekent dat een ander land uh, een gebied overneemt van een, een andere natie. Dus dat betekent, hè, Oostenrijk bestaat niet meer. Oostenrijk is vanaf dat moment ook Duitsland. Die Anschluss, die vindt een beetje. Ja, apart plaats. Dat is niet, namelijk geen militaire operatie. Um, Het uh, wordt eigenlijk namelijk democra democratisch besloten. Je ziet op dit hier een stembiljet... Over uh, daar wordt gestemd over de wie de vereniging oostenrijk Rijk. wat betekent laten we weer bij Duitsland gaan horen als Oostenrijk. En eh, onder leiding van Adolf Hitler en dan kon je super groot kon je ja invullen, want dat was de bedoeling natuurlijk, maar nein kon je ook invullen, stiekem, maar dat zou ik niet doen. Want voor hetzelfde geld komen. Mensen erachter dat je dat hebt gestemd en dan word je in elkaar gerost. Dus Anschluss betekent het begin eigenlijk van de Duitse expansie buiten uh, Duitsland zelf. En Oostenrijk wordt dan geannexeerd. En later gaat Hitler ook het Sudetenland, een Duits-talig volk, uh, Duits-talig sprekend gebied van Tsjechoslowakije gaat hij innemen. Hij, daar spreken ook een paar mensen Duits en hij had gezegd ik wil dat alle Duits-talige mensen bij elkaar gaan horen. Dus hij gaat ook dat gebied innemen. Zwitserland doet hij het niet mee, want Zwitserland heeft een iets te groot leger en, dat, en daarbij heeft Zwitserland hele fijne banken, dus dat is ook heel prettig. Nou, het Duitslandse volk van Tsjechoslowakije wordt ingenomen en dit is wel echt een militaire operatie, want hier komt uh, een groot gebied onder leiding van Duitsland, omdat Duitsland een groot leger heeft. Dit is het moment dat de geallieerden aangeven, tata, nou hier houdt het op, hè? klaar, sloes, we gaan hier niet meer naar luisteren, want dit, dit gaat te ver en jij gaat naar nou ophouden, Adolf Hitler. En dan begint de conferentie van München. En de conferentie van München is een overleg tussen Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland en Italië. Waarbij Groot-Brittannië en, Fra en Frankrijk er eigenlijk voor willen zorgen dat er geen Tweede Wereldoorlog gaat uitbreken. En zij willen dat gaan doen door eigenlijk Hitler aan te geven van oké, okay, Sudetenland mag je bezetten, maar jij moet verder niks meer doen. Want als jij dat verder nog gaat doen, dan breekt de oorlog uit. Op zich ook best apart dat dit overleg tussen Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland en Italië plaatsvindt. Want. Het gaat eigenlijk over Tsjechoslowakije, maar Tsjechoslowakije is hier niet bij aanwezig. Dus dit is. Eh, Kiedekiedekiedek. Maar Hitler mag het Sudetenland gaan bezetten, maar hij moet dan beloven om verder niks meer in te nemen. En Hitler zegt: Dat nee, is goed, ik beloof om verder helemaal niks in te nemen. En in 1939 annexeert hij heel Tsjechoslowakije. Dus die belofte van Adolf Hitler die ging nergens over. Hij annexeert heel Tsjechoslowakije. Frankrijk en Engeland hadden aangegeven: Nee, dit gaat niet meer verder. En als je nog verder gaat, dan gaan we jou. Uh, ...de oorlog verklaren. En zij verklaren hem niet de oorlog. Waardoor Adolf Hitler het idee heeft... ...nou, dan kan ik Polen ook wel gaan bezetten. Want, zij, want die mensen zeggen wel dat zij de oorlog gaan verklaren... ...maar dat doen ze helemaal niet. Dus in augustus 1939... ...wordt er ten eerste wordt er een niet-aanvalsverdrag... ...tussen Duitsland en de Sovjet-Unie getekend. Uh, dat is een belangrijk verdrag. Dit, hierbij wordt namelijk afgesproken... ...dat Duitsland en de Sovjet-Unie elkaar niet aan gaan vallen. Mocht één van de twee landen Polen aan gaan vallen... Hè, we weten niet of dat gaat gebeuren, maar het zou zomaar kunnen. Mocht een van die twee landen besluiten om uh, Polen aan te vallen en daarbij gaan ze aan elkaar grenzen, dan, wordt het niet, uh, dan valt Duitsland de Sovjet-Unie aan en vice versa. Dus dit is eigenlijk een soort vriendschapsverdrag, maar totaal niet. Deze maken daarnaast ook nog eens afspraken, stiekem, over hoe zij Polen gaan verdelen. Want allebei willen zij niet dat Polen bestaat. Polen bestaat namelijk uit gebieden die vroeger van Duitsland waren en van Rusland, dus die willen allebei hun gebieden terug. Dus dit is eigenlijk de afspraken die ertoe leiden dat de Tweede Wereldoorlog uit gaat breken. En die gaat ook uitbreken op het moment dat Duitsland daadwerkelijk Polen binnenvalt. Een maand nadat zij dat niet aanvalsverdrag hebben getekend met Rusland gaan ze, de Sovjet-Unie Polen binnenvallen. Frankrijk en Engeland verklaren nu wel de oorlog aan Polen. En of aan Polen, aan Duitsland. En dat had Hitler niet verwacht, want hij ging eigenlijk vanuit van, nou, ze gaan dit ook nog wel gunnen en daarna ga ik pas echt de oorlog verklaren. Uh, maar Duitsland en, en wordt nu wel de oorlog verklaard door de geallieerden, eigenlijk. En dit is het begin van de Tweede Wereldoorlog. Polen gaat... Respect naar Polen, want Polen gaat keihard vechten, maar zij krijgen het niet voor elkaar om op te boksen tegen de Blitzkrieg. En die Blitzkrieg, dat is de Duitse manier van aanvallen in het begin van de Eerste Wereldoorlog. Gewoon Super snel aanvallen. Je vliegt eerst met bommenwerpers vlieg je over een bepaald gebied heen. Dat bommendeel je helemaal naar de hel. Daarna stuur jij je, je tanks en jouw tanks die schieten iedereen nog overhoop die dan nog staat. En alles wat dan nog staat, dat wordt dan aangevallen door het leger, het voet, de voedseldaten die achter die tanks aangerend zijn en uh, daarna eigenlijk het gebied gaan bezetten. Dat is de blitzkrieg, gewoon zo snel mogelijk de vijand overrompelen. Maar nog een andere belangrijke reden waarom uh, Polen deze oorlog niet gaat winnen eigenlijk is omdat en dat zie je op het plaatje ook. Je ziet daar nog een heel groot. die zwarte pijltje, dat zijn de gebieden waarin uh, Polen aangevallen wordt door Duitsland. Maar je ziet hier ook. Uh, nog een ander heel groot grijs vlak aanvallen, dat is namelijk de aanval van de Sovjet-Unie op Polen. Polen gaat namelijk, wordt namelijk ook aangevallen door de Sovjet-Unie. Sovjet dus zij gaan ervoor zorgen dat. Polen eigenlijk gesandwezen wordt, waardoor zij eigenlijk niks echt kunnen gaan beginnen. Maar 6 oktober 1939 tot 8 april 1940 vindt dan eigenlijk de meest aparte periode van heel de Tweede Wereldoorlog plaats. Dat noemen we ze in Duitsland noemen ze dat de Sitzkrieg. Dat is een grapje, want Blitzkrieg is grappig, want dat is aanvallen en iedereen uh, bombarderen. Maar de Sitzkrieg is zitten, de zitoorlog. Uh, de, uh, de Engels noemen dit Phony War en de Fransen noemen dit drol de guerre, de grappige oorlog, gewoon de, 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 de gekke oorlog. Gebeurt er gebeurt helemaal niks. Dit is een periode waarin eigenlijk nauwelijks iets gebeurt aan het westelijk front. Er gebeurt ook niet heel veel aan het oostelijk front. Behalve dat Duitsland keihard bezig is met het annexeren en het uh, eenmaken van Polen van Duitsland. Maar aan het westfront gebeurt echt niet echt iets. Frankrijk, uh, eerder wie er toe komt, want Frankrijk had besloten, nou als Polen aangevallen wordt, dan gaan wij Polen helpen. En zij helpen ook, want zij vallen Duitsland binnen. Maar zij komen er al heel snel achter. Ja, die hebben we echt totaal niet op voorbereid. We zijn er in godsnaam mee bezig, man. Dus zij lopen Duitsland binnen met hun soldaten. Zij zien daar wat er aan de hand is. En zeggen: Nou, we hebben aangevallen. En dan lopen ze weer terug. Dus dat is eigenlijk uh, de enige aanval van Frankrijk op Nazi-Duitsland geweest. Want Nazi-Duitsland was iets te hard bezig met de oorlog. En Frankrijk was eigenlijk niet voorbereid op deze oorlog. Engeland gaat zich ook een beetje uh, voorbereiden op deze oorlog. Maar ja, er wordt nog steeds echt niet echt iets gevocht. Ze weten er gaat wat gebeuren. Maar. We weten nog niet wanneer en we weten ook nog niet hoe. Nou, die oorlog gaat verder op 9 april 1940, wanneer Duitsland, Denemarken en Noorwegen aanvalt. Die twee worden aangevallen omdat Hitler zijn ijzererts uit Noorwegen veilig wil stellen. Want hij wilde wel dat uh, Noorwegen het ijzererts, wat in Noorwegen werd geproduceerd, dat werd verkocht aan Duitsland. Maar het zou zomaar kunnen dat Engeland ervoor gaat zorgen dat Duitsland deze uh, grote hoeveelheid ijzererts niet meer in bezit kan krijgen en Duitsland besluit dan maar, nou, dan annexeren wij Denemarken en Noorwegen, want op die manier kunnen wij ervoor zorgen dat wij dat ijzererts wat krijgen. En dat ijzererts was ook super belangrijk voor Duitsland, want dat ijzererts hadden zij nodig om boten en tanks en vliegtuigen en andere wapens te maken, zodat zij deze oorlog keihard zouden kunnen gaan winnen. Dus zij hadden dit nodig en daarom worden Denemarken en Noorwegen aangevallen door de nazi's. En dat is uh, ja dit, dit gebeurt nog makkelijk, want Engeland is nog niet echt bezig met de Duitsers zich tegen te houden. Die zijn nog bezig met het optrommelen van een enorme leger. En op 10 mei 1940 vindt dan de Duitse aanval op Nederland, België en Frankrijk plaats. De oorlog in het Westen is vanaf dat moment echt keihard gestart. En uh, dit is weer een blitzkrieg. Gelb noemen ze die. Het geval geel, plan geel. En plan geel betekent: uh, wij gaan eerst. Nederland en België en Luxemburg innemen, zodat wij daarna um, weer Frankrijk aan kunnen gaan vallen. En dat is eigenlijk hetzelfde als het von Schlieffenplan wat plaatsvindt in de Eerste Wereldoorlog. Dat was ook het idee van wij gaan via uh, Nederland en België gaan wij Frankrijk aanvallen. Maar toen had Nederland, werd Nederland nog ontzien, want ze dachten nou, we willen niet nog een, nog een front openen in Nederland. dus. Daar hadden ze eigenlijk van geleerd, de naties. Laten we dan ook maar Nederland meenemen. Want dan hebben we tenminste ook in één keer heel Nederland eh, onder de voet gelopen. En kunnen wij daarna compleet gaan focussen op Frankrijk? Want voor hetzelfde geld zou Nederland eh, anders vriend worden met Groot-Brittannië. En dan hebben wij een eh, front in, ja, in Europa zelf eigenlijk. En dat willen we niet hebben. Dus zij willen weer een twee gaan tegen, tegenhouden. En daarom gaan zij eh, Frankrijk weer aanvallen van het noorden. Dat is superhandig, want Frankrijk had een enorm leger aan de grens met Duitsland. En daarbij hadden ze hele grote bunkers gebouwd en enorme kanonnen. om ervoor te zorgen dat als Duitsland aan zou vallen, dat zij het tegen zouden kunnen houden. Dit noemden zij de Maginotlinie En Duitsland negeert die Marginolinie, die valt met een blitzkrieg aan. België wordt onder voet gelopen, en Frankrijk wordt eigenlijk binnen een paar weken worden zij verslagen. Nederland zelf vecht ook hard tegen de Duitsers. Uh, maar ja, hè, wij hadden wat vier vliegtuigen en één tank die in de uh, garage stond. Dus wij, ik, ja, nee, dit, was, dit was niet echt iets waar we echt zouden kunnen gaan winnen. Nederland vecht vier dagen, maar capituleert na het bombardement op Rotterdam. Rotterdam wordt helemaal plat gegooid door de Duitsers. De Duitsers gaven aan: als je nu niet capituleert, dan maken wij heel Rotterdam kapot. Nederland capituleerde toen, maar die boodschap die was niet heel erg goed aangekomen bij de Duitse bommeneskaders, Waardoor er één van die bommen-escaders uh, de boodschap niet binnenkreeg via de radio. En Rotterdam alsnog werd gebombardeerd. Maar Nederland capituleert aan Duitsland na vier dagen vechten. Hitler ging er eigenlijk vanuit dat het maar één dag vechten was. Dus he, die hebben we tenminste nog te pakken gekregen. Maar. Uiteindelijk wordt Nederland wel onder de voet gelopen. Op 4 juni 1940 vindt dan plan Rood of val Rood vindt plaats met de echte invasie van Frankrijk. En Frankrijk vecht ook heel hard. En Frankrijk, dit is even belangrijk om te onthouden. Geen enkel land in Europa had zo'n groot en sterk en goed getraind leger als Frankrijk. Maar Frankrijk wordt compleet onder de voet gelopen door de Blitzkrieg. En Frankrijk capituleert op 22 juni 1940, wanneer de Duitse soldaten eigenlijk al bij Frankrijk staan. Uh, nee, 22 juni 1940 is dus het moment dat eigenlijk heel Frankrijk uit de oorlog geslagen is. Dan is er nog een klein gebied van Frankrijk. Uh, nou, dan wordt Frankrijk eigenlijk gewoon een, een marionettenstaat van Duitsland. Dus Frankrijk capituleert op 22 juni 1940. En daarmee lijkt het eigenlijk dat Duitsland deze oorlogkaart aan het winnen is. Dus Duitsland gaat verder. Duitsland gaat verder aanvallen. En zij. Oh nee, wacht. Dit, dit is even belangrijk, de capitulatie. Van Duitsland, van uh, Frankrijk, wordt getekend in deze treinwagon. En die treinwagon, dat is een belangrijke treinwagon, want dit is de treinwagon waarin treinwagon, dit is de treinwagon waarin Duitsland de capitulatie van de eerste wereldoorlog had getekend. En Hitler hield wel van symboliek en propaganda, dus hij wilde deze, expliciet wilde hij deze uh, treinwagon. Waarin, waarin Frankrijk uh, de capitulatie zou moeten gaan tekenen. Dus deze wordt ingevlogen naar uh, Parijs, volgens mij, aan Versailles volgens mij. En daar moet de Duitse regering capituleren aan Duitsland. Dus dat is eventjes een flinke nee, duim naar beneden van Adolf Hitler. Van, hè, jullie hebben verloren, dus je moet het ook gaan voelen. De nou, Battle of Britain vindt dan plaats en die Battle of Britain dat is uh, de aanval op Groot-Brittannië om ervoor te zorgen dat Groot-Brittannië meteen onder de voet gelopen wordt. Maar een groot probleem wat Duitsland nu heeft is de Blitzkrieg. De Blitzkrieg is een hele snelle aanval met vliegtuigen, met tanks en met uh, voedseldaten. Maar omdat er een hele grote sloot tussen Nederland en Frankrijk en uh, België en aan de andere kant Groot-Brittannië zit krijgt Duitsland die laatste twee etappes van de blitzkrieg, krijgen ze niet voor elkaar. Dus zij moeten het eigenlijk gaan uh, baseren op die gigantische bombardementen en daarna proberen, op een of andere manier, proberen om soldaten in Groot-Brittannië te krijgen. Maar dat lukt niet, want de, uh, Engeland heeft met stip het gro de grootste vloot van de wereld op dat moment. Dus elke boot die Duitsland naar uh, Engeland probeert te sturen, die wordt tegengehouden. Dus zij krijgen dat niet voor elkaar en zij gaan dan maar proberen om de Britten eigenlijk te dwingen om zich over te geven door enorme bombardementen te laten plaatsvinden op alle steden van Groot-Brittannië die zij kunnen vinden. Dus voornamelijk ook Londen wordt compleet gebombardeerd door de Luftwaffe, dat is de Duitse luchtmacht. Maar de IRF, de Royal Air Force, de Britse luchtmacht, die weet om de Nazis af te weren. Die krijgt het voor elkaar om de Nazis tegen te houden. En dat heeft. Dankzij twee belangrijke uitvindingen. De eerste is Radar. Dus zij kunnen erachter komen waar de Duitse vliegtuigen vandaan komen en wanneer ze aankomen in Engeland. En zij hebben de Spitfires, die vliegtuigen die je hierboven ziet. Die Spitfires die worden uh, dat zijn super wendbare vliegtuigen. Dat zijn hele snelle vliegtuigen. En die kunnen eigenlijk kunnen zij gewoon rondjes vliegen rond de Duitse jagers. Dus zij konden. Met eigenlijk vrij weinig vliegtuigen, respectievelijk, konden zij de Duitsers tegenhouden. Dus zij krijgen het voor elkaar om de Duitse aanval op Groot-Brittannië tegen te houden. Hitler, die heeft daar geen zin meer in. Die denkt daar, ah, laat maar, boeien. Dus hij besluit om het Verenigd Koninkrijk te negeren voor het moment. Hij besluit, nou, laat maar, wij gaan dan eerst maar even aan focussen op mijn aanval, mijn oorlog, mijn kruistocht. Zodat ik, en als ik dat heb afgerond... En dan kan ik daarna het Groot-Brittannië wel weer aanvallen. Nou, die oorlog die Hitler start, zijn kruistocht, is eigenlijk de aanval op de Sovjet-Unie. En die uh, noemen we Operatie Barbarossa. Uh, Barbarossa, dat, dat, dat geeft ook weer aan dat dit echt een, hoe noem je het, een uh, kruistocht is van Adolf Hitler. Want Barbarossa was een Duitse keizer die ook mee op uh, kruistocht ging. En dat was de tweede kruistocht. Weet Een van de kruistochten van de middeleeuwen. En Hitler ziet dit ook als operatie Barbarossa. Dus hij wil ook een kruistocht starten. En net zoals dat Barbarossa meedeed in die kruistocht. gaat dit ook niet heel goed aflopen voor Hitler. Hitler heeft namelijk graan en olie nodig. En dat uh, gaat hij voor elkaar krijgen door zoveel mogelijk van de Sovjet-Unie in te nemen. Maar dit begint supergoed, maar houdt ook al wel weer op. Er is, er is een. Even tussendoor. even kalm. Hmm. Die aanval begint weer als een blitzkrieg. En die blitzkrieg begint met bombardementen. Die bombardementen die vinden plaats op uh, alle plekken die de nazi's kunnen vinden in de Sovjet-Unie die militair belangrijk zijn. En Stalin die ging er echt heilig van uit dat Hitler zich voorlopig nog wel aan dat niet-aanvalsverdrag zou gaan uh, houden. Dus hij had eigenlijk de volledige Russische luchtmacht had hij geparkeerd aan de grens met Duitsland. Waardoor Duitsland in één dag kon besluiten om heel de Sovjet-Unie aan te vallen. En heel de Sovjet-Unie, gewoon de volledige luchtmacht van de Sovjet-Unie. compleet uit het spel te halen. Waardoor de complete air superiority in, Duitsland, in de Sovjet-Unie van Duitsland was. En Duitsland uh, begint supergoed met deze aanval. Dus een supersnelle opmars. Maar de Duitse bevoorradingsroutes worden gewoon veel te lang. en die worden afgesneden. Die worden afgesneden omdat Duitsland te snel op kan rukken en dan kan het Russische leger eigenlijk achter het front, het Duitse front, blijven hangen. De Russische winter daarnaast is ook nog eens vernietigend, heeft een vernietigend effect op de weermacht. De weermacht krijgt het niet voor elkaar om Rusland binnen uh, een half jaar onder de voet te lopen, want dan begint de Russische winter. En die Russische winter die vernietigt eigenlijk grote delen van de weermacht. omdat de weermacht niet met winteruniformen op pad gestuurd was, wat... Super slim is geweest, natuurlijk. Daarnaast zijn er ook heel, heel, heel erg veel Russen. Er zijn zoveel Russen dat er eigenlijk meer Russen zijn dan de Duitse kogels hebben. Dus zij kunnen het niet echt goed gaan winnen. Want Rusland begint dit land, deze oorlog, eigenlijk met een achterstand. Omdat Hitler, sorry, Stalin had heel uh, de militaire top uitgeroeid. Dus Stalin, die, de uh, Sovjet-Unie kon niet goed winnen. Maar um, nu. Is het eigenlijk meer een uitputtingsoorlog aan het worden voor Duitsland? Waardoor Rusland die voorsprong weer kan. die voorsprong van, Rusland, van, du van Duitsland kan inhalen. Nou. Daarnaast wordt er ook nog een oorlog in Azië gestart. Japan probeert daar een heel groot wereldrijk te gaan stichten. Zij willen uh, gaan concurreren tegen de Europese grootmachten. en daardoor gaan zij uh, heel veel van Azië proberen te veroveren. En voor 1939, dus voor het moment dat die Tweede Wereldoorlog begint. heeft Japan al superveel veroverd. Maar niemand hield dat tegen. Want ja, het, is, het, is, het is Azië en niemand, had, niemand boeide. De enige delen in Azië die interessant waren, waren uh, de kolonies van Engeland, van Frankrijk en van Nederland. Maar deze kolonies die, uh, werden nog niet aangevallen door Duitsland. Of door Duitsland, door Japan. Maar 1940 sluit Japan zich aan bij de Asmogendheden. En vanaf dat moment bestaan de Asmogendheden uit Frankrijk. Frankrijk zeg ik het weer. Uit Duitsland, uit Engeland. Uh, Italië en uit Japan. En op 7 december valt Japan Pearl Harbor aan. En Pearl Harbor, dat is uh, zoals je op het ka kaartje ziet: is dat uh, een basis bij Hawaii tussen Japan en uh, de Verenigde Staten. En dit is eigenlijk waar de volledige Pacifische vloot van de Verenigde Staten. Uh, aan Anker lag. Dus de Pacifische Vloot van de Verenigde Staten. Die lag daar. En Japan dacht. Nou, wij gaan ooit. gaan wij een keer in oorlog komen met de Verenigde Staten. Dat moet wel. Het kan niet zijn dat dit niet gaat gebeuren. Um, dus wij gaan. Um, die gaan we maar gelijk vernietigen. Wij gaan proberen. om. heel die Pacifische Vloot van Hitler. Uit de, van, Hitler van Amerika uit de zee te blazen. En dat krijgen zij. Redelijk voor elkaar, op 7 december 1941. Uh, Amerika had dit niet verwacht. Dus Amerika, de Amerikaanse vloot die wordt eigenlijk grotendeels gezonken. En Japan denkt hiermee een hele grote. Uh Slag te hebben geslagen tegen de Verenigde Staten. Maar goed, dit, dat gaat niet goed voor Japan aflopen. Dit gaat ook niet goed aflopen voor Hitler. Want Japan die gaf aan, nou wij vallen dit aan. Maar jij hoeft niet namens ons ook de oorlog te verklaren aan de Verenigde Staten. Daarbij had Hitler er ook zelfs nog voor kunnen kiezen om te zeggen. Nou ja, ik ben geen vriendjes meer met Japan. Dus um, als ik me niet ga bemoeien, als ik niet de oorlog verklaar aan de Verenigde Staten. En Japan die is dan niet meer onze vriend. Dat maakt niet heel veel uit. Dus... Misschien dat de Verenigde Staten ons dan niet aanvallen. Maar Hitler blijft trouw aan Japan. En Hitler verklaart Japan de oorlog. En dat is. Ja. Um, sorry, Amerika verklaart de oorlog eerst aan Japan. En daarna verklaart Hitler de oorlog aan Amerika. En dat betekent eigenlijk dat. Vanaf dit moment heeft Hitler verloren. Zou je kunnen zeggen. Want vanaf dit moment is hij nog steeds bezig met een aanval op de Sovjet-Unie. En een aanval op het Verenigd Koninkrijk. Die, die allebei ja niet aan het verliezen, maar ook zeer zeker niet aan het winnen is en Hitler verklaart dan Amerika de oorlog. En dat betekent dat Hitler vanaf dat moment ook nog een heel groot eh, machtig wereldrijk tegen zich heeft. En daardoor kan hij echt niet meer gaan winnen. Nou, Amerika, de Sovjet-Unie en het Verenigd Koninkrijk worden bondgenoten. Dat worden de geallieerden. En de geallieerden die gaan samen vechten tegen Japan en Duitsland. Dus de Galieerden moet je ook gaan kennen op de toets. Dan moet je aangeven welke landen hoorden bij de Galieerden en welke vooral niet. Nou, de winter van 1942 tot 1943 gaan wij zien als het eerste keerpunt in de oorlog. Het eerste punt waarop het juist echt absoluut niet goed meer gaat voor Duitsland. 1941 tot 1944 vindt het beleg van Leningrad plaats. En Leningrad, dat was een heel belangrijke stad uh, die Duitsland wilde gaan veroveren. Maar zij kunnen niet door de Russische verdediging daarheen breken. Maakt niet uit hoeveel soldaten ze naartoe sturen. Zij kunnen niet door die belegering heen breken. Daarnaast vindt oh, tijdens heel deze slag, dus tot 1944 tijdens deze hele slag, vindt ook nog eens de slag bij Stalingrad plaats. En de slag bij Stalingrad. Um, ja, dat is eigenlijk het moment dat de Hitler zijn eerste echte vernedering voelt. Het volledige Duitse zesde leger wordt omsingeld bij Stalingrad en wordt vernietigd de Sovjet-Unie krijgt daarnaast ook nog eens eindelijk haar eigen oorlogsindustrie op gang. Dus dat betekent dat zij vanaf dat moment ook heel veel wapens, heel veel tanks en heel veel soldaten naar het front kunnen gaan sturen. En zij slaan vanaf dat moment echt keihard Terug. Vanaf dat moment is Duitsland eigenlijk alleen maar bezig met de Sovjet-aanvallen aanval, tegen te houden. En niet zozeer met proberen om dingen te gaan veroveren. Dus het Duitse leger wordt eigenlijk uh, compleet teruggedrongen in deze oorlog namens de Sovjet-Unie. De Sovjet-Unie is eigenlijk het, het land geweest. Wat het meeste tegen Duitsland heeft gevochten. Daarbij beginnen vanaf 1943 de. Alle tegenaanvallen eigenlijk. De Sovjets die verdrijven Duitsers vanaf 1943 uit Russisch grondgebied, wat betekent dat vanaf dat moment de Sovjet-Unie eigenlijk op aanval is tegen Duitsland. Engeland start daarnaast met bombardement op Duitse steden. Du Duitsland had namelijk, was namelijk opgehouden met het echt bombarderen van, van Engelse steden, dus Engeland gaat nu een hele grote luchtmacht opbouwen en zij gaan met die luchtmacht gaan zij Duitse steden gaan proberen onder de voet te drukken. Afrika Korps wordt definitief verslagen. Het Afrika Korps was het korps van Rommel, van Erwin Rommel. Erwin? Ja, Erwin Rommel in Afrika, wat uh, de bedoeling had om heel Noord-Afrika in Duitse handen te krijgen. Maar dat Afrika Korps wordt nu verslagen door een combinatie van Engelse en uh, deels Amerikaanse soldaten, maar voornamelijk Engelse. En het Afrika Korps uh, is van het moment verslagen, waardoor er een basis is. Ja, Noord-Afrika, van waaruit uh, Engeland en Amerika later ook aan kunnen vallen. En dat gaat ook gebeuren wanneer er een invasie plaats gaat vinden van Italië door de Verenigde Staten en Engeland. En Italië, dat was dus een van de asmogendheden. Italië had meegevochten met de Afrika-korps, maar Italië kon niet goed vechten. Dus die zijn compleet onder de voet gelopen. En vanaf dit moment wordt er een echte aanval, een nieuw front geopend in deze oorlog. In het zuiden van Europa wordt. Nazi-Duitsland ook aangevallen door de Verenigde Staten en Engeland, die daar zitten. Daarnaast is er ook nog, en daarom heb ik dit plaatje bij gekozen, is er ook nog een reden waarom de Sovjet-Unie zoveel tegengehouden wordt. Uh, zoveel Frank Duitsland tegen kan houden. De Sovjets die hebben dus hun eigen oorlogsindustrie op pad gekregen. Maar zij hebben ook nog eens hele interessante, leuke tanks. Namelijk deze, de T-34. De T-34 die je hier ziet, dat is een speciale tank. Uh, niet zozeer omdat dit heel erg. Goed ontworpen is. Maar er zit een heel interessant ding aan deze tank. Duitse tanks die waren super, super goed geëngineerd. Uh, ontworpen. Dus dat betekent dat zij super sterk waren. Ze hadden hele goede kanonnen. Maar zij hadden één kleine fout. Ja, fout. Um, ze, waren, ze hadden staal. Als voorkant van de tank. En dat was super dik. En dat zat zo plat. Zat het vooraan aan de tanks. Maar de Russische tanks. Die hadden ook staal. Dat was een stuk minder dik. Waardoor zij meer staal konden gaan gebruiken. Maar dat staal dat stond zo. En dat bezorgt dat als er een tank kogel op die tank afkomt. Dat er ten eerste een kans is dat die afgetikt wordt. Maar ten tweede, als hij wel doorgaat. Dan moet hij door een heel stuk aan staal. voordat hij in die tank is. kan ontploffen. Dus deze tanks zijn eigenlijk heel makkelijk te ontwerpen. Maar door die ontwerp. door, door dat schuine ja, deel van de tank eigenlijk, kan deze tank veel tegenhouden. Dit dus zijn heel makkelijk te maken tanks, waardoor Rusland echt miljoenen van deze tanks bijna uh, van, de uh, van de lopende band af kan kijken. Die ze, kunnen ze allemaal linea recta gebruiken om de Sovjet-Unie aan te vallen, of de Sovjet-Unie, om Duitsland aan te gaan vallen. Dus die tegenaanvallen vanaf begin 1943, vanaf 1943 is eigenlijk ook uh, dat eerste keerpunt in de oorlog, met name omdat dat start met het verslaan, van de Duitse, het Duitse Zesde Leger bij Stalingrad. 6 juni 1944 vindt het tweede keerpunt in de oorlog plaats. Het tweede keerpunt in die oorlog is D-Day. D-Day is het moment dat geallieerde troepen landen in Normandië. Normandië is in Frankrijk, wat betekent dat er nu een begin wordt gemaakt aan de bevrijding van West-Europa. Normandië wordt binnengevallen door, ten eerste, Britten, door ten tweede, Canadezen, maar ook voornamelijk door Amerikanen, die allemaal tegelijkertijd. Normandië binnenvallen om ervoor te zorgen dat er een front gestart kan worden in West-Europa. En vanaf dit moment dat er een echt Amerikaanse en Engelse legers en Canadese legers in Europa zijn, gaat Duitsland constant aangevallen worden, constant verslagen worden. Nou, niet constant verslagen, maar vaak verslagen worden. En wordt het Duitse leger steeds verder terug en terug en terug gedr gedr gedrongen. Nou, het verloop van die bevrijding. De geallieerde legers die rukken op. Die gaan steeds verder komen uh, in Europa, maar die komen uiteindelijk tot stilstand in de winter van 1944. Winters zijn sowieso altijd vernietigend voor oorlogen geweest, want als je in de winter aanvalt, dan is, het, is, is er minder eten, is het minder makkelijk om te bevoorraden en is het heel koud, waardoor die soldaten soms doodvriezen. Wat ook voornamelijk gebeurt in. Uh, de Sovjet-Unie. Maar de geallieerde legers rukken op. Maar die komen tot stilstand in de winter van 1944. En dat heeft ermee te maken dat zij proberen om Nederland, volledig Nederland te gaan be bevrijden. Maar dat lukt niet. Zij beginnen met een hele grote. Uh, uh, hoe noem je dat? Parachutisten aanval op het noorden van Nederland. Arn uh, Market Garden. Operation Market Garden. Maar die soldaten daar, die worden eigenlijk. Die krijgen niet voor elkaar om noorden, noorden, het noorden van Nederland te bevrijden. En het. De troepen vanuit het zuiden van Nederland die worden tegengehouden bij Arnhem Bridge. Bij de brug bij Arnhem. En dat is een a bridge too far. Dat is het moment dat de Amerikaanse troepen, voornamelijk Amerikaanse troepen, tegengehouden gaan worden. Want daar zaten, daar zaten de, de Duitsers veel te ver ingegraven. Dus zij kregen het niet voor elkaar om Arnhem Bridge in te nemen. En dat leidt ertoe. Tot de hongerwinter van 1944-1945. De hongerwinter zorgt ervoor dat er twintig duiz duizenden mensen overlijden, voornamelijk in de steden. Want dat betekent dat er vanuit het zuiden van Nederland geen eten meer ge vervoerd wordt naar het noorden van Nederland. Maar dat het noorden van Nederland helemaal leeggerovd wordt door de Duitse troepen. Waardoor de noordelijke mensen geen eten meer voor zichzelf over hebben. Dus de hongerwinter zorgt ervoor dat een er heel erg groot deel van de Nederlandse bevolking komt te overlijden door de honger. Nou. 1944 is eigenlijk de laatste uitspatting ook geweest van uh, Duitse aanvallen. Het laatste Duitse offensief, de laatste Duitse aanval op uh, de wereld eigenlijk, uh, vindt in 1944 plaats en dat is het Ardennen offensief. Het Ardennen offensief is eigenlijk een uh, aanval die lijkt op de eerste aanval van uh, België en Frankrijk. Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk tanks in één keer doorrukken door de Ardennen heen. Om ervoor te zorgen dat de legers, de geallieerde legers, omsingeld worden. En dan teruggedrongen gaan worden. Maar zij krijgen dit niet voor elkaar. De meest geavanceerde Duitse tanks van heel de oorlog. De koningstigers, de, de koningtijger tanks. Die worden ingezet om deze uh, aanval te starten. Maar deze aanval wordt uh, tegengehouden. Voornamelijk omdat Duitsland op dit moment eigenlijk echt, echt. Echt enorme problemen met bevoorrading heeft. En deze tanks die komen tot stilstand omdat zij niet genoeg benzine meer hebben. En vanaf dat moment worden eigenlijk deze tanks worden ingenomen of die worden gebombardeerd. En dan wordt alles steeds verder teruggedrongen en teruggedrongen. En wordt er ook een front geopend in Duitsland zelf. Nou, 1945 vindt de laatste veldslag in Europa Plaats, de slag om Berlijn. Vanaf dat moment zitten er eigenlijk nog steeds heel veel troepen in Nederland, in Denemarken en Noorwegen van de Naties, maar die worden, uh, ja, die worden eigenlijk gefligeerd. De slag om Berlijn vindt plaats en dat is eigenlijk de hoofdstad van Nazi-Duitsland. En als die wordt ingenomen, betekent dat ook eigenlijk het einde van de oorlog. De Sovjet-troepen de Sovjet nemen Berlijn in. Hitler pleegt daarop zelfmoord en dat is eigenlijk in feite het einde van de oorlog. Nog niet helemaal. Want er zijn nog steeds Duitse troepen, zoals ik ook al zeg... in Nederland, Noorwegen en Denemarken, die toch door blijven vechten. Maar deze, uh, dit betekent eigenlijk het einde van de oorlog. En dat betekent ook een nieuwe periode in Berlijn. En uh, ja, dat is de aanval op Berlijn zelf. En deze aanval die wordt gedaan door de Sovjet-troepen. En die wordt tegen, de Duitsers proberen tegen te houden met de Volkssturm. En de Volkssturm, dat is eigenlijk een leger van ten eerste... Praktisch bejaarde mannen. Die soms niet eens in het leger hebben gezeten. En kinderen die ook proberen om Duitsers. Uh, om de Berlijn te. Uh, te uh, vrij te houden van de Sovjets. En zij worden dan allemaal wapens gegeven. Zoals de Panzerfouus. die je hier ziet. waarmee ze Russische tanks kunnen gaan opblazen. Maar. dit is eigenlijk gewoon. Dweilen met de kraan open. Het, het hele heel Berlijn is omsingeld door de Sovjets. Het Heel Berlijn wordt neergeschoten. En vanaf dat moment vindt er eigenlijk een periode plaats die. Uh, die naam ga ik niet noemen. Maar dit is een periode waarin het Russische leger. ervoor heeft gezorgd dat een heel groot deel van de Berlijnse bevolking. eigenlijk dood uh, ging. Uh, geterroriseerd werd, uh, vooral vrouwen werden aangevallen. En uh, dit ja, niet per se het beste moment van de oorlog. Laten we het daarop houden. Maar op 7 mei 1945 capituleert Duitsland. En daarmee geven zij aan dat, zij, dat vanaf dat moment. alle Duitse of Nazi troepen. Uh, de wapens. niet meer tegen de geallieerden op gaan nemen. zij houden op met schieten op de vijand. En zij. Uh, 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 ja, Duitsland capituleert. Twee dagen later capituleert Duitsland nog een keer, want Duitsland had ten eerste gecapituleerd aan de geallieerde troepen van de Amerikanen. Voornamelijk, ze hadden daar aan Maar, de Sovjets die vinden het heel erg onchill dat dit gebeurde, dus zij gingen eisen, zij weigerden het uh, te stoppen met schieten op de Duitsers, totdat de Duitsers ook specifiek aan hen zouden gaan capituleren. Dus van, dat betekent dat de Duitse opperbevel ook naar de Russen moest om zich aan de Russen te uh, capituleren. Zodat de Rusland ook kon aangeven van, kijk, wij hebben deze oorlog toch daadwerkelijk gewonnen. Nou, dat was er ook nog een oorlog tegen Japan. Vanaf het moment dat Duitsland verslagen was, ging de oorlog in Azië nog steeds door. Maar dit was een hele andere oorlog. Want in Amerika konden de troepen gewoon over het land aan blijven vallen. Maar Azië, het uh, Japanse Rijk, bestond voornamelijk uit eilandjes: heel veel kleine eilandjes. En Amerikanen, die moeten eigenlijk van eiland naar eiland. om elk eiland te gaan bevrijden. of tenminste in te nemen, maar te gaan bevrijden. op zoek naar een goede basis. Om Japan te kunnen gaan bombarderen. Want de, want de Amerikaanse vliegtuigen van toen. Die konden nog niet vanuit Amerika Japan bereiken. En dat moesten ze, ze moesten wel Japan kunnen gaan bombarderen. Om daadwerkelijk Japan uh, aan te kunnen vallen. Dus zij gingen steeds verder op zoek naar eiland, naar eiland, naar eiland. En uiteindelijk kwamen ze aan bij Iwo Jima. En Iwo Jima dat was een eiland wat dicht bij Japan genoeg was. Om te kunnen gaan bombarderen. En dat betekent dat er uiteindelijk. Uh, Amerika die wil geen lange oorlog meer tegen Japan. Dus er vindt... Uh, uh, maar Japan heeft tot op dat moment nog nooit een oorlog verloren. Gewoon niks. Niet. Zij hebben elke oorlog die zij gestart zijn, die hebben zij gewonnen. Of zij zijn daar uh, met een gelijkspel zijn ze eruit gestart. Maar Japan heeft nog nooit een oorlog verloren. Japan is een verschrikkelijk trots land. Dus die weigeren op te geven. Maakt niet uit wat er gebeurt. De Japanse vloot bijvoorbeeld Compleet vernietigd. Er blijft niks meer van drijven. Maar dat betekent dat Japan nog steeds door gaat vechten. En dan gaan zij proberen met uh, hele waanzinnige wapens. Met kamikaze-piloten gaan ze proberen door te vechten. Er vinden hele zware bombardementen op Japanse steden plaats. Maar Japan weigert op te geven. Een, een soort van de bombardementen die je ziet. Is die ene bom die je hier ziet. Dat was een uh, vleermuisbom. Daar zaten vleermuizen in. Die hadden kleine rugzakjes met. Uh, licht ontvlambare explosieven erin. Die vleermuizen die werden dan gedropt. Snachts ging, gingen overdag gingen zij uh, alle kleine kiertjes. Van elk huis gingen zij in. Want uh, de, uh, vleermuizen kunnen niet tegen licht. Dus die gaan altijd gaan zij kleine kiertjes van huizen opzoeken om daarin te gaan zitten. Maar Japan weigert op te geven. Uh, deze zo. Echt lekker aan het worden. Deze vleermuizen die zouden daar dan in gaan zitten en die krijgen dan een timer. Er zit een timer in het rugzakje en dat gaat dan ontploffen. En daarmee vliegt eigenlijk heel een Japanse stad in brand. Want Japanse huizen van deze tijd bestonden voornamelijk uit hout. En hout is best wel brandbaar. Dus dat zorgt ervoor dat uh, heel veel Japanse steden worden gebombardeerd, afbranden. Heel veel mensen raken dakloos. Maar Japan weigert. Op te geven. En vanaf dat moment gaat uh, er uh, een vliegtuig opstijgen. Dat vliegtuig heet Enola Gay. En Enola Gay dropt uiteindelijk uh, atoom, een atoombom op Japan. Op 6 augustus 1945 vindt de eerste atoomaanval plaats. Op Hiroshima. De eerste atoombom wordt gedropt op Hiroshima. Japan geeft nog steeds niet over. 9 augustus wordt er dan een tweede atoombom, Nagasaki, gegooid. En vanaf dat moment is het ook voor de Japanse opperbevel en de Japanse keizer duidelijk dat Japan moet gaan capituleren. Dus op 15 augustus uh, geeft Japan aan dat zij willen capituleren. Zij bij, daarbij gaf zij wel aan dat, wij, dat zij alleen maar zouden capituleren als. De, Duits, de Japanse keizer nog steeds de opperbevel zijn mogen blijven van Japan. Als dat niet zo zou zijn geweest, zou Amerika nog steeds aan gaan vallen. Maar daar hadden ze zelf gezin in, dus ze zeiden, oké, okay, doei, prima. Dus vanaf dat moment capituleert Japan en is eigenlijk de Tweede Wereldoorlog over. Want 15 augustus is het laatste moment dat er wordt gevochten in de Tweede Wereldoorlog. En daarna begint er weer een hele nieuwe periode, de Koude Oorlog. Maar de Tweede Wereldoorlog is daarmee voorbij. Komen we weer terug. Oeh, eindelijk. Terug bij de leerdoelen. Jullie kunnen uitleggen hoe de Tweede Wereldoorlog ontstond. Nou, we hebben het erover gehad. Je hebt de hele, de hele aanleiding van Hitler die steeds meer van Europa in gaat nemen en uiteindelijk Polen aanvalt. Wanneer de, waarna de geallieerden zeggen: Oké, okay, Sessa, wij uh, vallen jou aan. Waardoor ja, Hitler eigenlijk de rest van Europa ging wassen. Jullie kunnen twee belangrijke keerpunten in de Tweede Wereldoorlog benoemen en beargumenteren waarom het keerpunten waren. Het eerste keerpunt, slag bij Stalingrad. Want dat is het eerste moment dat Rusland. Uh, een oorlog, een slagwind van Duitsland en het Duitse leger compleet verslagen wordt, vernietigd wordt. En um, de D-Day, de aanval van de geallieerde strijdkrachten op Normandië waarmee zij dus eindelijk ook het Westfront konden openen. En je kunt uitleggen hoe Duitsland uiteindelijk werd verslagen door eigenlijk gewoon steeds verder teruggedrongen te worden. Met de slag om Berlijn, de laatste slag om Berlijn waarbij... Um, uh, Hitler zelf met dat gepleegd, en later Duitsland zich ook nog capituleert aan de geallieerden. En daarna gaat de oorlog ook nog door in Azië met die atoombom op Japan. Maar dat is ook het einde van de oorlog, en dat is ook het einde van deze uitleg. En ik ben heel benieuwd naar hoe lang dit heeft geduurd.